Linssen. Poupon. En daar loert Sparta. Daar loert Poupon. En die wordt neergepakt. Dat is geel voor Addo. En dan is het rood. Roda moet verder met 10 man. Want Erik Addo krijgt zijn tweede gele kaart. Doorgebroken speler. Ontnemen scoringskans. Al dan niet direct rood. Het doet er allemaal niet toe. Hij had al geel en krijgt zijn tweede. Voor deze overtreding. De paas van Joshua John en Poupon, die wordt aangetikt, vastgehouden door Addo. En die heeft echt een bizarre entree zo bij Roda. Met die blunder in Heerenveen, het doelpunt tegen Heracles en nu rood. En als je dat allemaal meemaakt in 4 wedstrijden, een hele prestatie. Terechte beslissing van Haverkort en opeens moet Roda op gaan passen. Wat kan Sparta nog? Poupon, de man achter de bal. Hard, zo! Het is een doelpunt. Te mooi voor deze wedstrijd. Maar wat een prachttreffer. En na 16 wedstrijden zonder uitwinst is die daar nu dan toch voor Sparta. Hij is dichtbij. Slot legt klaar. Maar dit is geen assist te noemen van Arne Slot. Want dit is een werelddoelpunt. Strak in de kruising. Let op Castro. Aan de grond genageld. En Roda, dat de hele tweede helft op jacht is naar dat doelpunt. Maar amper kansen creëert.